Oh. Hallo. Check zijn eerste puber. Nee. We gaan tomaten plukken. En misschien andere dingen. Kijken wat er allemaal is. Hey Poesje. Dit is ons gangetje naar het huis toe. Heel padje. Hé hey, mannetje. Kijk, hij komt hierheen. Ja. De rima. We voelen die gauw hoi. Ah, zie. Allemaal drijven. Rustig, staat voor. Mooi, hè? Ah, kijk, dit is de tomaten. Oh, dit is wel mooi, hè? Wat een vrucht, hè? Als je dat bekijkt. Dat is gegroeid, zo glimmend helemaal, hè? En is hij een beetje te pruimen? Ja, hier. Heel goed. Dat ziet er goed uit. Lekker, hè, joh? Uit de vriezer glas. Kijk, lekker zo doen. Kijk uit, lekker. Jack zou er niet vanaf blijven. Rust tegen je wang? Ja, dat gaat ook wel. Echt van die beetje ridderbekers. Hallo allemaal, we zitten in de auto naar Benidorm Bastards Town. Met onze eigen Benidorm Bastards, die rijden voor ons in de Citroën C1. Harold en Jacqueline. Ik voel me een beetje belabberd, want ik ben zojuist ongesteld geworden, terwijl ik daar dat helemaal niet had zien aankomen. En ik voel hem ook aardig weer. Een beetje apart, wanneer je borstvoeding geeft, ben je dat eigenlijk helemaal niet echt meer. Dus daar ga je dan ook niet echt van uit. Maar ja, mijn lichaam is alweer ready to go. Op naar de derde. Over een paar weken krijgen we weer een wij zijn zwanger video. Mm-hmm. Yeah, right. Nou, wat moet, dat moet. Tada. You know your ticket. Gracias. Kijk, daar hebben we dus de eerste video. Oh ja. De Benidorm Bastards. En het is hier nu 40 graden. Meen je niet? 40 graden, echt serieus. Nou, de boulevard vind ik niet echt super mooi. Eigenlijk niet echt een aanrader, eigenlijk gewoon spuuglelijk. Maar hier is het wel gezellig. Leuke winkels. Oh, sorry meneer. Leuke winkeltjes en zo. Steek je hand uit, joh. Hallo kijkers! Hallo! Lekker! Ja, kijk! Er zat er een bij! Kom maar! Mo heeft die camera aan mij gegeven. Kijk dan, een boy! Kom al! Hi! Wat een drukte op het strand. Ja. Nou ja, kom. We gaan zeg maar daarheen. Wauw. Yep. Zo'n dorst door de hitte en het lopen. Dit is echt niet normaal. We moesten even zitten. Oh, het is alweer meteen op. En Jootje mocht een ijstie. Oh, Jola mocht ijstie. Heel erg mooi het uitzicht waar we net waren. Heeft dat nog een naam, dat punt waar we net waren? Het kasteeltje. Het kasteeltje. Het kasteeltje. El kasteel. El kasteel van Benidorm. Het
niks zitten hoor. Allemaal de vlogs kijken. Goedemorgen! Jola die heeft boodschappen gedaan voor het ontbijt, samen met Bart. En Jola die heeft zichzelf even mooi opgemaakt. Nee hoor, heel lelijk. Kan het toch veel mooier. Nou, je hebt dat best mooi gedaan in de winkel hoor. Ja, je hebt gewoon hele lange wimpers, dus daarom gaan ze een beetje bij elkaar. Dat heb ik ook altijd. Dit is dus het beste ontbijt voor wanneer je sinds een jaar weer ongesteld bent. Nou, zitten we dan even lekker bij het cafeetje weer om te uploaden, de vlog. Jack zit er gezellig bij. En Jolke. En even eten. Nee hoor, je kan een baby niet verwennen. Maar oh wee als Jack zijn zin niet krijgt. 1, 2. We gaan het even afpakken. 1, 2. Zo. Maar. Oh, geef terug. Oké, pak hem. Zo, dit is echt duidelijk zijn vader. 1, 2. Pak nooit iets van hem af. Oh, gos. Villa Jojosa en dat had iemand aanbevolen op Instagram, dus thanks. Er zijn hier namelijk hele leuke huisjes en het ziet er ook heel erg mooi uit. Echt een hele mooie boulevard, mooi strand, mooie palmboompjes. Lekker chillen en het is weer bloody hot. In een foto die ons de tip had gegeven voor dit hele leuke dorpje. Maar ik weet haar naam niet meer en ik kan het berichtje ook niet meer terugvinden. Maar bij deze, als je kijkt, echt super bedankt. Het is echt, echt, echt een heel mooi plekje. Hier werken ze gewoon staand achter de kassa. Hoe goed? Goed hè? Het is hier in Spanje echt mega feest. Dus vanavond dan is er een soort vuurwerk wat je als het goed is vanaf het plafond vanaf het balkon hier kan zien. Maar ik ben al heel erg moe, dus Bart maakt me straks wakker als je het kan zien. En Jola. Nou, dat was echt heel erg gaaf. Alleen Jola is gewoon niet wakker te krijgen. Ik heb aan Jola getrokken en geschud en alles. Maar ze is gewoon niet wakker te krijgen. Sorry joh. Maar goed, het was natuurlijk ook wel van een beetje ver. Dus laten we het erop houden dat het niet heel bijzonder was, Jola. Goedemorgen zondag. We zijn vroeg opgestaan op deze zondag. Want we zijn onderweg naar de rommelmarkt in Polor, toch? Polo. Hier, vet hè joh? Kijk, vind je van deze? Hè? Oh, dat is een adresboekje. Dat is een mobiele telefoon. Dat had je vroeger naast je telefoon liggen. Oh, eens kijken hè? Hey Jola. Hier, doe eens op. Dit zijn echt vette champotglazen. Ja, 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 ja. Wow! Nee, serieus, kijk dan. Kijk jou naar de ogen. Zet eens op. Ik zie het niet. Je loopt nu wel af. Lekker hè, Jola? Jola en Bart op zoek naar plastiekjes. We zijn inmiddels weer een stukje verder op de dag en we zijn nu onderweg naar een hotel waar we de Tesla kunnen laden. Daar hadden we gisteren al eventjes wat gevraagd of dat kon en het kan.
Er zijn hier niet zoveel plekken waar je dat kunt doen namelijk. Dus we zijn nu bij Althea Hills. De hills. Ja, die kant. Je weet wel, heuvels. Ja, dit zijn destination chargers. Het zijn eigenlijk superchargers, maar dan iets minder super. Hier een knopje op, net als bij de normale. Doe het zo, klik. Wow. Bam. Dit hebben we dus nog nooit gezien, zo eentje in het Eggie. Dit is waar ze gisteren het vuurwerk af gingen steken. Hier was het super druk. We hoorden nu net nog een pijl gaan zien. Ja, eigenlijk hebben we wel spijt dat we hier niet waren gisteravond. Limoen, jongens, dat is zo lekker wanneer het zo heet is. Kijk, Jola, een hele optocht. Dit is de optocht. Yay! Wow! Hij vindt het wel leuk. Schattig Becky. Is dat het, Jax? Oeh, Jax zijn eerste vuurwerk. Hij vindt het wel spannend, hè? Zo mooi hier. Dit hotel hebben we dus de Tesla geladen en we hebben hier niet geslapen. Maar het is echt een aanrader. Ik had net op booking.com gekeken. Het is helemaal niet eens zo bizar duur in vergelijking met wat je ervoor krijgt. Want het is echt super mooi. Dus ik ga hem in ieder geval onthouden voor wanneer wij weer een keertje in de buurt van Althea zijn. Het heet SH Villa Cadea Resort. Aan de zee. Superleuk dorpje. En de vuurwerk. Ik hoor weer allemaal vuurwerk. We missen iets. Het tweede weekend van augustus, zaterdagavond. Mega vuurwerkshow. En het schijnt echt de mooiste te zijn van de hele kustlijn. Jola heeft net een heel leuk vriendinnetje leren kennen. Ze heeft ze de hele middag mee gezwommen. Ja. Super mooi hier. We mogen hier denk ik helemaal niet zijn, want we verblijven helemaal niet in dit hotel. En daar is de zee dan. Oh, wauw, vet hè? Wat vind je ervan hier? Eén duikje. Nee, dat kan echt niet. Dat mag niet, schat. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag echt niet. Kom, we gaan snel terug naar Bart. Nee, dat mag niet, schat. Gaan we hier wel ooit eens heen? Ja, wie weet. Wie weet, schat. Ik wil er heen. Dankbaar zijn voor wat je hebt, joh. Je hebt een eigen zwembad, hè? Een eigen zwembad. Deze mensen moeten een zwembad met elkaar allemaal delen. Ja, maar nu zijn twee hele grote. Ja, dat wel. Iemand staat hier achter dit ding. De mensen in Spanje zijn iets kleiner. Nee, jullie zijn gewoon normaal. Ik ben gewoon super groot. Oh, oké, okay. Je bent super groot, ja. Kan je dit filmpje shoppen dat het niet zo aangewoond uitziet? Nee. Jammer. Deze heeft Harold vandaag gekocht op de rommelmarkt. Mega old school ventilator. Die ongeveer net zoveel geluid maakt als de afzuiger. Meer. Meer? Ja, ik hoor hem naar boven uit inderdaad. Deze dame die negeert mij, want die is aan het rekken. Jola, we gaan naar bed. Ah, oh, ze slaapt al. Nou, mooi. Dan blijft ze lekker hier in plaats van in mijn bed. Wat rusten. In jouw bed? Dank jullie wel voor het kijken. Niet vergeten te abonneren. En tot volgende vlog. We zijn hier nog één dag. Doei. En dan gaan we weer terugreizen naar Nederland. Later. Rock that joint.